Oh, die straal is. Oh, nee, god! Zie je. Straks is hij voor je neus, dan ga je hem zien. Nee. Wauw. Oh my god. Oh. Ik ben vrede even verder. Je moet houden, hè? Oh, je moet houden. Je moet kleine man houden. Oh my god. Oh, man. Een geweldige dag voor de airport, omdat het het grootste vliegtuig ter wereld is. Uniek ook, omdat het maar één is. Er is maar één Antonov 225 op de wereld. En wij als land hebben natuurlijk de mogelijkheid vandaag gekregen om dit vliegtuig vandaag hier te mogen ontvangen. Vanwege het feit dat wij als airport in het Caribisch gebied de beste baan hebben. Onze landingsbaan is 3,48 kilometer lang, heel lang. Langste in het Caribisch gebied. En dat geeft ons land natuurlijk een heleboel mogelijkheden om het zo aan te geven. Hij heeft 6 engines en hij is stabiel op 36 banden. Heel groot, hij is een cargo vliegtuig die internationaal treffert om de grootste cargo te kunnen transporteren. Hij is zo groot, wanneer hij zakt, maakt hij natuurlijk niet alleen een heleboel lawaai, maar hij moet stabiel kunnen landen. En dat hebben we kunnen bieden aan dit vliegtuig. En we are very proud of that. Ik vind het echt mooi om te zien. Het is een heel groot vliegtuig. Het is maar één op de wereld. Dus. Yeah. It's a once in a lifetime opportunity om het zo dichtbij te zien. Spannend. Hij is nu bezig te fuelen. En wanneer hij is gefueled, dan vertrekt hij voor zijn eerstvolgende destinations. Zou je het willen vliegen? Als ik de kans krijg, ja, dan wel. Oh, dat zou een droom zijn, dat zou een droom zijn. Maar gaat heel hard, veel harder werk eisen van me. Maar waar er wil is er een weg. Dit zegt toch ook iets van onze luchthaven, dat we dit aankunnen. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel bijzonder, want ze kunnen ook naar andere landen gaan. Er zijn genoeg landen in Zuid-Amerika, maar ze kiezen ervoor om naar Suriname te komen. Dus dat zegt wel van ons, van Pengel. Dus dat is goed. Ik ben trots op Suriname. We moeten natuurlijk verder onze baan, niet alleen maar onze airport, maar ook ons land gaan promoten. Om meerdere van deze vliegtuigen, deze grote boys, te kunnen ontvangen in het land. En daarmee gaan we natuurlijk als airport kunnen verdienen, maar ook het land kan gaan verdienen. Ja. Oh, is klaar. De weg nog? Oh, de weg. Oh.